De ruim 6600 inwoners van het dorpje Bunnik kunnen vandaag nog trotser zijn op hun plaats. Bunnik heeft namelijk een krater op Mars gekregen. De krater Bunnik is hier groen gemarkeerd. De krater heeft een diameter van 29 kilometer en is daarmee veel groter dan de gemeente Bunnik. De naam Bunnik is op 14 juni dit jaar goedgekeurd door de Internationale Astronomische Unie. In tegenstelling tot het dorpje Bunnik ligt de Martelliaanskrater niet op het noordelijk, maar op het zuidelijk halfrond. De krater ligt ten oosten van de grote krater Newton en ligt tegen het Dedalia-planum. Deze vlakte leidt naar verschillende schildvulkanen, namelijk Arcyamons, Plafonismons en Acelaismons. Het is niet de eerste Marskrater die vernoemd is naar een Nederlandse stad of dorp, meldt Astronews. Zo zijn er eerder al Marskraters vernoemd naar Zutphen, Urk, Edam, Weert, Vaals, Bronkhorst en Amsterdam. Niet Amsterdam, maar Zutphen is de grootste Nederlandse krater op Mars. Deze krater heeft een middellijn van 38 kilometer. Zo krijgt een eigen krater de naam van de krater is gekozen door geofysicus Charlene de Haas, die in de gemeente Bunnik woont. Aan Sientias en Uil laat hij weten dat het niet heel moeilijk is om een naam voor te stellen. De aanvraag gaat via deze website, vertelt de Haas aan Sientias namelijk. Je moet beargumenteren waarom het vanuit wetenschappelijk oogpunt zo belangrijk is dat een bepaalde krater een naam krijgt. Je kan vervolgens een voorstel voor een naam doen. Hier zijn echter wel allerlei regels aan verbonden. Zo krijgen kleine kraters van maximaal 60 kilometer in diameter een naam van een dorp op aarde. De IAU beoordeelt de naam en neemt deze over of komt vervolgens met een alternatief. Ik heb 4 kraters proberen te benoemen en 2 keer is mijn naam overgenomen. Het totale proces duurt een aantal weken. Afgelopen woensdag hoorde ik per mail dat Bunnik als naam was goedgekeurd. De Haas is tevreden met zijn eigen krater op Mars. Dat is uiteraard erg leuk, vervolgt de Nederlander. Het is bovendien ook erg leuk dat ik nu in mijn wetenschappelijke publicaties kan verwijzen naar de Bunnik-krater. Mocht het in de verre toekomst mogelijk zijn om naar Mars te reizen, dan weet de Haas nog niet of hij zijn krater gaat bezoeken. Zolang het een enkele reis betreft blijf ik lekker op aarde. Anders zou ik het misschien wel overwegen.